Ik heb Femmetje aan het begin alle ruimte gegeven om te kijken wat ze wou. Wat voor soort uitgever wou ze. Weet je, ga ik daar niet over, dat is haar keuze. Op het moment dat ze rondkijkt en uiteindelijk terugkomt, ben ik heel blij. Heb ik hem geknepen? Nee, maar andere dingen. Femmetje is ook een perfectionist. En we hebben tot echt het allerlaatste moment aan dingetjes zitten sleutelen. En dat was wel heel spannend. Want dit kan nog net iets anders. Of laten we hier dit doen, laten we hier dat doen. Op een goed moment, en dat is ook het spannende met een auteur werken. Op een goed moment moet je het manuscript loslaten. Moet je zeggen, dit is het. Het gaat de wereld in, het is oké. Maar welk moment is dat? En dat heeft misschien helemaal niet zoveel te maken met de inhoud van het manuscript. Maar dat heeft toch te maken met... Ja, de innerlijk, ja, de rust die je als auteur hebt of het vertrouwen dat het goed is. En dat moment heeft, omdat ze perfectionist is en omdat ze het zo goed mogelijk wilde maken, heeft heel lang geduurd. De volgende keer dat ik het opensla is als ik het ga lezen met mijn leesclub. Omdat ik heel benieuwd ben om dat met die kerels te gaan bespreken en dan te kijken van... Ja, wat vinden gewone lezers daar nou van? Hè? En hoe kijken zij daarnaar? En dan kan ik ook wel wat vertellen over hoe bepaalde scènes tot stand zijn gekomen. En wat dingen die, hoe die zich ontwikkeld hebben. Hoe personages zich ook tijdens het schrijven ontwikkeld hebben. En ja, dat zijn ook allemaal dingen die je weet. Die ik weet, maar die de lezer niet weet of misschien wel nooit zal weten. En dat is wel een moment waar ik naar uitkijk. Ik ben erbij gekomen omdat hun... uitgangspunt was om de Nederlandse literatuur te volgen. En eigenlijk als uitgever lees je te weinig van anderen. En dat is voor mij gewoon een enorme stok achter de deur om toch 6 of 8 keer per jaar een Nederlandse roman te lezen van een andere uitgeverij. Die heel vaak tegenvallen trouwens.